Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je de nieuwe voorjaarsproducten van Catrice laten zien. Ik heb een aantal producten uit het kleine schap van Catrice. En ik ga je dus laten zien welke producten daar nu in te vinden zijn. Ik ga de producten overigens niet swatchen in deze video. Ik laat ze puur zien. Ja, mocht je benieuwd zijn welke producten er nieuw zijn binnengekomen bij Catrice en die dus nu verkrijgbaar zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zeg het eigenlijk in elke video weer die ik over deze producten maak. Maar voor de kijkers die eventueel nieuw zijn of mocht je het nog niet weten, Catrice heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. De eerste update is in februari, maart met voorjaarsproducten. Tweede update is dan in augustus, september en dan zijn de najaarsproducten verkrijgbaar. Zoals ik al vertelde, het zijn producten uit het kleine schap. Er zijn dus nog veel meer producten verkrijgbaar. Ik heb hierover een uitgebreide blogpost gemaakt. Die zal ik ook eventjes linken in de beschrijving. Zodat je een idee kunt krijgen wat er nog meer verkrijgbaar is. Mocht je een groot schap hebben van Catrice of mocht je online willen bestellen. Maar goed, ik heb alles verzameld in het doosje, dus ik ga je gewoon laten zien wat hier allemaal in zit. Ik begin eventjes met een nieuwe poeder. Dat is de Almat Plus Shine Control Power. En dit is een banana shade. Het is eigenlijk een soort bananenpoeder. Heeft ook de naam 002 Banana Bright. Het is een poeder die lang blijft zitten en die je dus minder zou laten glimmen. Er zitten licht reflecterende pigmenten in en je zou een matte tint krijgen hiervan. Alle producten van Catrice zijn tegenwoordig ook vegan trouwens. Mocht je het nog niet weten, maar alles is dus vegan. De poeder ziet er zo uit. Hij heeft hele leuke streepjes aan de zijkant. Dat vind ik er wel heel erg leuk uitzien. Deze poeder is trouwens ook vrij van microplastic deeltjes en parabenen. En er zitten ook geen mineralenolieën in. Dus dat is deze nieuwe banana poeder. Catrice heeft ook nog nooit een banana poeder gehad. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dan hebben ze ook een nieuw setje voor de wenkbrauwen. En dat is deze. Dit is de Brow Powder Waterproof Set. Ik heb hem in de kleur 010 Ash Blond. Het is een waterproof wenkbrauwpoeder. Ja, en dat is ook eigenlijk het enige wat erop staat. Je krijgt er een heel klein... Ik probeer hem even open te maken, maar hij zit dicht gesield. Ik zal hem eventjes de sealing openmaken. Hij komt, hij komt. Ja, we hebben hem open. Wel fijn, want zo weet je altijd dat je een ongebruikt exemplaar hebt. Je hebt eigenlijk twee kleuren poeders. Ze lopen een beetje over van licht naar donker. En je krijgt ook een heel klein penseeltje erbij. Met aan de ene kant een kwastje en aan de andere kant een spoelie. Dus ik ben wel heel benieuwd. Je hebt deze in meerdere kleuren. Dus eigenlijk bijna voor elke wenkbrauw zit er wel een kleur bij die moet passen. Dus ik ben zelf nog altijd heel erg fan van het oude wenkbrauw setje van Catrice. Maar deze zag er ook wel heel interessant uit. Dan zijn er ook een aantal nieuwe primers bijgekomen. Ik heb hier allereerst de Perfector Poreless Blur Primer. Hier zit niacinamide in. Dat is deze. Een beetje een oranje tube met wit. Dit is een primer die belooft poriën en fijne lijntjes onzichtbaar te maken. Hij zou ook echt heel zacht aanvoelen en... ja, een hele mooie basis geven. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik vraag hem even af. Oh ja, hij zit ook heel erg goed dichtgesield. Dat vind ik altijd ook wel heel erg prettig. Als een, als een merk dat doet. Want dat is toch wel heel erg fijn. Dus dat is allereerst deze. En dan hebben ze ook de Hydrator Plump & Fresh Primer. Hier zit aloe vera in. Deze is blauw. Dit is een primer met een fris en koeling effect. En heeft een gel textuur. En zou de huid eigenlijk gewoon goed verzorgen. Deze tube is geproduceerd met 100%
groene energie. Dat is misschien ook wel leuk om te weten. Daar zijn ze ook heel erg mee bezig. In alle tubes zit overigens 30 ml aan primer. Dan hebben ze ook de Mattifier All Control Primer. Hier zit een Evermatte en Willow Bark extract in. Dat is deze paarse variant. Ziet er zo uit. Deze zou ook de poriën wat meer verdoezelen. Het is een hele lichtgewicht primer en hij is dus olievrij. En hij zou de skin, of de huid eigenlijk, gewoon goed verzorgen. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar deze nieuwe primers. Dus die zien er heel interessant ook uit. Dan heb ik ook een aantal nieuwe nagellakkleuren. Ik probeer ze er eventjes bij te pakken, want ik heb een aantal producten voor de nagels. Het is wel zo handig om dat gelijk allemaal bij elkaar te pakken, denk ik. Dat is voor iedereen heel erg fijn. Nou, ik heb ze gevonden. Allereerst zijn er een aantal nieuwe kleuren in de gewone Iconeals laklijn. Dit zijn die lakjes die eigenlijk een gel lak zijn zonder dat je een lamp hoeft te gebruiken. Deze hebben altijd een dubbele dop, zoals je kan zien. Ik heb hier de kleur 120 Pink Clay. Klimaatneutraal staat er op de dop. Dus die ziet er allereerst zo uit. Ik vind hem niet bepaald roze. Ik denk dat hij vrij zacht gaat zijn, maar dat gaan we wel zien. Dan heb ik ook een groene. Dat is deze. Dit is de 121 Mint to Be. Vind ik ook wel heel erg leuk, zo'n mint kleurtje. Vooral nu het lente is, zijn dit soort kleuren vind ik ook altijd wel heel erg leuk voor de nagels. Dan heb ik een blauwe. Dit is de 117 Aquaman Eye Cure. Ook wel een heel leuk kleurtje, een beetje lichtblauw. Heel erg benieuwd naar. Ik kan wel eventjes een kwastje laten zien, zodat je misschien weet wat voor kwastje die heeft. Als dat een beetje goed wilt, zijn vaak wat bredere kwastjes bij Catrice, waar je prima je nagels mee kunt lakken. En we hebben dan ook een geel kleurtje. En dat is de 108 Pastel Lemon. Ook super leuk. Hier staat dan ook echt 108 op. Dus ook wel een heel leuk kleurtje voor de lente, vind ik zelf. Dan heb ik nog een nieuw kleurtje uit de Stronger Nails Straightening Nail Lakkers. Deze belooft je nagels harder te maken in 1 week. Het is de kleur 11 Mighty Blue. Dat is een blauw kleurtje. Ik heb hier al een aantal kleuren van getest. En ik ben eigenlijk best wel enthousiast over deze lakjes. Dus deze nieuwe kleur ziet er ook super leuk uit. Ja, ik krijg er echt wel een beetje lente vibes van. Dan heb ik ook nog een kleur uit de Modern Nude Nail Polish. Dat is een, ook een nieuwe kleur. Er staat Rich Filling op de dop. Het is de 16 Hopelessly Romantic. Het zijn wat lichtere kleurtjes, maar ik ben wel benieuwd hoe de dekking gaat zijn. Hij heeft een brightening shimmer effect, staat erop. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dan hebben we een Magic Repair nagelolie. Dat is deze. Dit is een verzorgende nagelolie. Er zit 77% almondolie in. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat je nagels soort van gerepareerd worden. Ook altijd heel fijn voor de nagelriemen. Ik heb het idee dat dit met een pipetje werkt. Oh ja, kijk, hij is ook echt roze, deze nagelolie. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Dat is dus deze. Dus ook wel heel erg benieuwd naar. Dan hebben ze ook een nieuwe topcoat. En dit is de Maxi Stay Gel Topcoat. Deze zou je nagellak 10 dagen mooi laten zitten. Ziet er heel veelbelovend uit. Of het werkt is altijd een tweede, maar zeker het proberen waard. Ik hoop dat hij het een beetje goed laat zien, want het is goud en dat is altijd een beetje lastig scherp te stellen. Maar heel erg interessant. En ze hebben ook een Nagel Repair Building Base Coat. Deze belooft 84% je nagelconditie te verbeteren. Harder en sterkere nagels. En less brittle nails, dus minder breekbare nagels.
Ja, is eigenlijk gewoon heel geschikt als base coat. Deze komt in een doosje overigens. Er staat heel veel informatie op. Ja, hoge kwaliteit aan mineraalcomplexen en magnesium, zink, koper, siliconen en iron. It boosts. Ja, ik ben wel benieuwd of je nagels hier beter van worden. Het ziet er interessant uit, dus ik ga het gewoon proberen. Dan is er een nieuwe highlighter. Dit is de Glow Lover All Infused Highlighter. Ze hebben hier al meerdere highlighters van gehad in het verleden. Maar dit is een nieuwe kleur. Dit is de 010 Glowing Peony. Hier zit verzorgende oliecomplexen in. En het zou een hele zachte minerale poeder zijn. Ja, met een textuur voor een zachte, glanzende huid. Dus eigenlijk cheeks. Ja, deze is ook weer vrij van microplastic deeltjes, parabenen, mineralen, oliën. En hij is ook nog eens parfum- en glutenvrij. Dus het wordt steeds interessanter, al deze producten. Zit deze nou ook? Ja, ook deze zit heel goed vast. Ik ga weer eventjes dat dingetje openmaken. Nou, dat doen ze wel echt heel goed. Ja. Oh, hij is open. Hij heeft een beetje een baked effect. Hij loopt een beetje bol op. Maar ik vind het wel een hele mooie highlight. Ik hoop dat hij niet te licht gaat zijn voor mijn huid. Maar vaak als je het een beetje op kan bouwen, kan het wel heel mooi zijn. Dus ik ben wel heel benieuwd. Hij heeft een beetje wat roze stukjes erin zitten lijten. Dus dat ziet er echt super leuk uit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze highlight. Ik heb de andere ook getest. Die vond ik eigenlijk best wel heel erg fijn. Dus deze ziet er ook zeker heel veelbelovend uit. Even kijken hoor. Dan hebben we een aantal producten voor de lippen. Ik heb hier allereerst de Plumping Gel Lipsticks. Dit zijn de Power Plumping Gel Lipsticks. Ik heb hier de kleur 020 Magnolia Bouquet. Er zit een bloemen- en herb extract in. Ja, dat is ook eigenlijk het enige wat erop staat. Dus dat is deze. Ik zal even proberen of ik de top een beetje open kan krijgen. Want dat kan nog wel eens lastig gaan. Hij heeft wel een hele mooie transparante huls ook, moet ik zeggen. De geur is wel heel erg aanwezig, moet ik zeggen. Dit is de kleur. Ziet er wel heel erg leuk uit. Maar de geur loop ik nog niet direct heel erg warm voor, moet ik zeggen. Maar dat gaan we wel zien. Nou, eigenlijk hebben al deze lipsticks dus een flower en herb extract. Ik heb hier de kleur 040 Pomegranate Flower. Ja, ook deze heeft dan... Ja, die vind ik dan toch weer anders ruiken. Dat is een rode kleur. Heel mooi ook. Deze geur vind ik dan weer iets aangenamer als diegene die ik net had. Dit is de kleur 030 Blooming Orchid. Ja, ik vind die hulzen wel heel tof. Ook een beetje rood. Deze ruikt wel echt heel erg lekker. Deze lijkt wel heel erg op de 40, moet ik zeggen. Maar hij ruikt wel echt super lekker, moet ik zeggen. De namen staan trouwens ook onderop in een bloemetje. Kijk, heel leuk gedaan. En dan hebben we hier de 010 Pony Petal. En dit is een wat lichtere kleur. Heel leuk. Het zijn dus wel wat meer donkerdere tinten. Maar daar moet je van houden. Maar ik vind wel eigenlijk die 30 en die 40 lijkt wel heel erg op elkaar, moet ik zeggen. Dat, ja, nou ja. Dan heb ik ook de Drunken Diamonds Plumping Lip Balms. Dit zijn dus lippenbalsems. Voor een lumineuze finish staat erop. Dit is de 030 Eyecoolant Curdless. Ik vind de verpakking heel leuk. Heeft een transparante huls, maar heeft hele leuke glittertjes erop staan. Ook dit is dan weer heel mooi roze.
Nou, deze ruikt op zich wel lekker. Oh, die vorm. Kijk, grappige vorm. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, maar hij heeft een soort ribbeltjes. Ik vind het wel een heel grappig vormpje zo. Het is wel een mooi kleurtje. Dan hebben we de 010 Guilty Treasure. De hulzen zijn verder allemaal hetzelfde. Dit is een hele lichte. Nou, hij heeft een hele lichte geur, maar niet zo erg als die vorige lipsticks. Dit zijn ook lippenbalsems natuurlijk. Leuk kleurtje ook. Ik ben wel benieuwd. En dan hebben we nog de 020 Rated Raw. Ja. Verder hetzelfde. Ook hier staat de kleur overigens nog onderop. Moet ik hem... Ja, ik hield hem goed. Wat heeft deze dan voor kleur? Oh ja, die is dan net weer ietsjes donkerder. Wel hele leuke kleurtjes. Altijd wel leuk als lippenbalsems een kleur hebben, vind ik zelf. Ik word er zelf altijd wel ergens ook wel blij van ofzo. Dan heb ik ook een brow liner. Dat is de One Point Brow Liner. Die ziet er zo uit. Dit is in de kleur 030 Warm Brown. Ze hebben deze in meerdere kleuren, maar ik heb dus de warme kleur gekozen. Ja. Daar kun je gewoon je wenkbrauwen mee inkleuren met een puntje. Ik denk wel dat je misschien wat meer kracht moet zetten. Het is altijd de vraag hoe lang zo'n puntje ook het product opneemt. Maar op zich zeker de moeite waard om te proberen. Over het algemeen ben ik wel meer fan van poeder. Maar het is een matte brouwlijner trouwens. En zou ook smudgeproof zijn en longlasting. Dus ook een heel interessant product. Dan heb ik hier een Volumizing Extreme Lip Booster. Dat is deze. Ik heb er hier ook al meerdere van. Dit is de groene variant. Heeft verder geen... Oh ja, dit is 040 Trick or Treat. Doet me een beetje denken aan Halloween dit. Zit menthol in. En zou een heel erg koelend effect geven dus op de lippen. En je zou dus ook hier wat vollere lippen van kunnen krijgen. Even het kwastje bekijken. Oh, hij ruikt een beetje naar limoen. Het is een beetje limoenachtig in combinatie met de mint. Dit is het kwastje, dus niet heel interessant, gewoon basic. Maar ik vind de geur niet heel verkeerd, moet ik zeggen. Het is wel een geurtje waar ik wel blij van kan worden, want ja... ja, ik ben heel benieuwd. Deze dus. Dan heb ik hier een lippenbalsem met hibiscusolie en Stage the Skin. Dit is de 010 Hawaiian Blossom Glow. Nou, hartstikke leuke kleur. De verpakking is ook heel leuk. Staat een vlindertje op. Kijk nou, hartstikke leuk. Heeft een lichte geur, maar is niet heel verkeerd. En dan is dit het product. Dus ik denk niet dat die heel donker van kleur gaat zijn. Maar dat die zeker wel een lichte kleur achterlaat. Ze hebben hier ook echt verschillende soorten van. Maar ik vind de geur wel heel lekker. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ook naar deze. Ik heb wel heel veel lipproducten, zie ik. Maar ja, we zijn er bijna doorheen hoor. Het is niet heel veel meer. Dan heb ik hier nog de Better Than Fake Lips Volume Glossjes. En dit zijn glossjes met een plump effect. Ik heb hier de kleur 030 Lifting Nude. Het is een plumping lipgloss. Er zit een Nourishing Butter Complex in. En verder staat er niet heel veel in. Ik weet ook niet of dat hier menthol in gaat zitten. Maar ik ga even ruiken. Nee, ik ruik geen mint. Dit is de applicator. Dus op zich, ik ruik nog niks. Maar je weet dus niet hoe dat gaat zijn. Want vaak als je volume lipgloss krijgt, dan zit er wel iets van een menteltje in. Maar dat is dus deze hele mooie kleur. Dan heb ik deze ook in... de kleur 040 Volumizing Rose. Die ziet er zo uit.
Leuk kleurtje ook wel. Ze hebben ook de 020 Dazzling Apricot. Die ziet er zo uit. Mooi, beetje oranje kleurtje ook wel. Dan hebben we ook een 010 Maximum Glow. Hier zitten dus hele kleine glittertjes in. Dus ik ga ervan uit dat die verder transparant is met een hele kleine glitter erin. En deze mooie, het is 050 Plumping Pink. Die ziet er zo uit. Ook wel heel erg leuk. Ik ben wel heel erg benieuwd of ze ook een beetje veel kleur afgeven en of ze plakken. Want ik ben zelf niet zo fan van plak lipgloss. Maar je hebt ook wel lipgloss die niet plakt. Maar ik ben wel heel benieuwd of ze dus ook echt wel daadwerkelijk volume gaan geven. Maar hele leuke kleurtjes. Dan zijn er ook drie nieuwe mascara's. En ik begin allereerst met de Max It Volume en Length Mascara. En deze hebben ze een tijdje geleden geïntroduceerd in een blauwe en een roze, rode variant. Ze hebben dus nu een paarse. Less Extension Fibers staat erop. Dit is de 010 Deep Black. En deze is dus paars van kleur. Heel leuk. Ik vind die verpakkingen wel heel bijzonder. Want het is eigenlijk ja, een beetje rubberachtig, zeg maar. Even het borsteltje bekijken. Oei, daar was ik al wel een beetje bang voor. Hij heeft een plastic borsteltje. Niet per se mijn favoriet, maar misschien doet het wel heel veel voor mijn wimpers. Die andere twee vond ik wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar deze. Ziet er interessant uit. Dan hebben ze ook de Pure Volume Mascara's. En ze hebben deze in een gewone en een waterproof variant. Dit is de normale variant. Die is roze van kleur. En die dop heeft hele leuke ribbeltjes. Voelt heel chic aan, vind ik. Dus dat is deze. Deze is ook parfumvrij. En er zit richness oil en almond oil in. Het is een volume mascara. Nou ben ik heel erg benieuwd naar het borsteltje uiteraard. Ja, dit is wel een borsteltje waar ik meer voor warm loop. Ik vind het wel altijd leuk om beide te proberen. Want ik heb wel gemerkt dat ik bijvoorbeeld met andere mascara's van Catrice soms bij de gewone variant geen volume krijg. Bij de waterproof variant wel. Dus ik ben wel heel benieuwd. Dat is dus deze. En de waterproof is dan blauw. Die is verder qua verpakking ook helemaal hetzelfde. Ik denk ook dat het borsteltje hetzelfde gaat zijn. Ja, zo te zien wel. Zit er niet heel veel verschil in. Dus dit zijn wel borsteltjes waar ik van hou. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ja, je ruikt gewoon echt pure mascara geur. Maar hij is dus inderdaad wel parfumvrij. Maar ik vind de verpakkingen ook best wel luxe. Dus dat is deze. En dan zijn we toe aan het laatste product. En dat is een nieuwe oogschaduwpalette. Dit is de Pro Slim Hint of Mint Eyeshadow Palette. En die ziet er zo uit. Altijd heel leuk. Hier heeft hij een soort van 3D vegen van oogschaduw erop. Deze is dus bruin van kleur. Dit is de 010 Autastic Vibes. Er zitten 14 hooggepigmenteerde kleuren in. En zouden makkelijk te blenden zijn. En de kleuren zijn ook nog eens trendy, staat erop. Er zit altijd een spiegeltje in. En dan zijn dit de kleurtjes. Onder de kleurtjes zie je ook de namen. Ik vind de kleurtjes er heel leuk uitzien. Het zijn kleurtjes die ik niet zo heel veel heb. Ook met dat groen. Ik hou er wel van. Ook vind ik wel het alweer leuk voor de lente. Een beetje die mintkleuren. Eigenlijk zie je de kleuren hier al een beetje afgebeeld staan die erin zitten. Maar wel heel erg leuk. En wat ik ook heel leuk vind is dat die kleuren op de achtergrond ook doorlopen. Dus hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want ik heb echt wel een aantal van deze paletten getest. En het grootste gedeelte daarvan vond ik wel heel fijn. Dus hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Nou, dan waren dit alle producten van Catrice die ik je graag wilde laten zien. Ik ben zelf heel erg benieuwd naar deze producten. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of er echt een specifiek product bij zat die jou heel erg aanspreekt. Waar je misschien ook wel benieuwd naar bent. Of die je misschien zelfs al wel hebt getest. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ik vind zeker dat Catrice weer heel goed zijn best heeft gedaan om in nieuwe producten te komen. Het lijkt me best wel moeilijk voor een merk om elke keer weer met nieuwe producten uit te komen die weer anders zijn dan andere producten. Maar ik denk dat ze goed geslaagd zijn. En dit is natuurlijk mijn eerste reactie of indruk. Ik weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren als ik ze ga testen, maar dat gaan we zeker nog wel zien. Je zult van deze producten zeker nog reviews voorbij zien kunnen komen op mijn blog. Maar mocht er een artikel bij zitten waarvan je denkt, ik zou het leuk vinden als je er een losse video over maakt, mag je het ook altijd laten weten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button en daarnaast vind je een belletje. En als je die aanklikt, krijg je de melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Als je deze video leuk vond, zou ik het ook wel heel leuk vinden als je even dat duimpje omhoog zou willen indrukken. Dan wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!